werd nu wel een beetje de suggestie gewekt dat door de domme kandidaten dan minder kijkers zijn. Ja. Of dat ook gebaseerd is op serieus onderzoek, daar geloof ik geen kloot van, eerlijk gezegd. Want als je het ziet, dan zie je dat er ten eerste zit, de kijkcijfers zitten, een soort lichte golfbeweging door de week zit daarin. We zijn natuurlijk de vrijdag kwijtgeraakt, misschien speelt dat ook een rol. Daar waren we ook niet erg tevreden over die ontwikkelingen. Wat je ziet over de jaren heen is dat er toch een vrij constante groei in zit. Wat je niet ziet is dat het nog verder gegroeid is omdat het op één zit. Hoewel toch wel wat. Dat je dus, hè, want je hebt altijd twee verschillende soorten van kijkcijfers. Namelijk een gemiddeld kijkcijfer en een topkijkcijfer. Dat is ook sinds een jaar of wat is dat ingevoerd. En daar zit toch dat de top vaak zeker voor de helft van de weekdagen boven de 3 miljoen zit. Dat is volgens mij toch wel misschien de invloed van Nederland 1. Ja, en jullie hebben om maar eens... Kijk, die domme kandidaat is dan... Als je dat even terugleest van vorige jaren, dan weet je dat elk jaar is het thema, wat zijn die kandidaten stom? Er zijn geen intelligente BN'ers meer. Dat wordt vooral ook geschreven door mensen die zichzelf wel als intelligente BN'ers zien, of die zelf wel eens deel hebben genomen en het redelijk hebben gedaan. Maar dus dat de ongekend domme kandidaat is een vaste thematiek. Maar daar werk je ook een beetje mee. Ik heb het toch al vergeleken met leraren op de middelbare school. Nou, een klas zo stom als jullie, dat heb ik echt in jaren niet meegemaakt. Als jullie er niet keihard aan trekken, dan ga je niet slagen voor je eindexamen. Nou, dit werkt. Maar dat doe je toch een beetje mee door de kandidaten ook een beetje te beledigen als ze iets niet weten? Ja, daar zit ik voor. Zoals ik gezegd, ik heb het al eens meer uitgelegd. Ik zit er voor het contrapunt. Gezellig, leuk, iedereen is tevreden. Daarom moet ik af en toe iets zeggen wat een contrapunt vormt. En dan, ik moet zeggen dat ik soms werkelijk verbijsterd ben over wat ze niet weten. Maar ik heb ook al eens uitgelegd, meerdere malen op meerdere plekken. Mensen vinden altijd dat andere mensen die dingen moeten weten die ze zelf weten. He, dus allerlei dingen die ik weet en die ik van belang acht, daar ben ik geschokt als andere mensen niet de flauwste ideeën hebben. He, als je hebt Bismarck en ze kijken je aan. Niet waar ze denken dat het de neef van de kruidenier om de hoek is, bij wijze van spreken. Ja. En dat geldt voor mij natuurlijk net zo. Want de dingen die ik niet weet, namelijk hoe het precies het humeur van Beyoncé vorige week was. Ja, dat vind ik onbelangrijk, maar dat weten zij vaak wel. Je weet dat ik heb dat wat als een bom insloeg bij de slimste mens, was dat ik nooit van Bluff gehoord had. Dat is een muziekgroepje. Uit Zeeland, ja. Kijk, jij weet al dat ze uit Zeeland komen. Weet je hoe de zanger heet? Nee, waarschijnlijk Bluff, weet ik veel. Pascal Jacobsen. Nou ja, goed, dat weet je omdat je natuurlijk in een bepaalde tijd opgroeit. Kijk, jij weet dat. Ja. Ik had er nooit van gehoord. En de drummer is volgens mij ooit overleden door een verkeersongeval. Nu was er weer iets op de tv, een muziekgroepje. En mijn vrouw wist precies wat het was. Ze vond het ook een goed muziekgroepje. Zoals gewoonlijk had ik er nooit van gehoord. Ik had geen flauw idee werkelijk. Maar is dat erg dat we bepaalde dingen niet weten? Nee, natuurlijk. Maar voor degene die ze wel weten en die ze belangrijk vinden, is het wel erg. Kijk, wat mensen weten is natuurlijk een vrij willekeurige zaak. Dat is ook als een van de grote problemen van curricula. Wat moet je leren op de lagere school? Dat weten wij eigenlijk wel. Lezen, schrijven en rekenen. Laten ze nou dat niet erg goed hebben gedaan in de afgelopen, 25, 30 jaar. Daar zou ik zeggen, trek er hard aan. Maar al het curriculum van een middelbare school is al heel problematisch. Wat moeten die kinderen weten? Hè? Ik kan je al een lollig incident kan ik je vertellen van een optreden. God, waar was het? Nog geen 2 weken geleden een theateroptreden. Ik stond ook over deze zaak te praten. Wat moet het curriculum zijn? En toen zei ik van ja... Vooral omdat het ging over geschiedenis. Geschiedenis, dan wordt altijd gezegd, ja, wat heb je er eigenlijk aan? Terwijl iedereen vindt natuurkunde, scheikunde, dat zijn belangrijke vakken. Die moet iedereen onder de knie hebben. En dan zeg ik altijd, wat weet u in de zaal nog van de buffermengsels? Overigens een vrij simpel, chemische zaak. Niet in de basis zoals gewoonlijk, maar het algemene idee is vrij simpel. En natuurlijk valt zo'n zaal dan meteen stil.
Wat ik zeg dan ook, als u het nog weet, dan komt u even naar voren en legt u even uit hoe het zit. Nou, ze hebben geen flauw idee. Ze zijn al lang vergeten dat ze überhaupt al iets over buffermengsels gehoord hebben. Laat staan dat ze nog iets over verstandigs over natuurkunde zouden kunnen zeggen. Maar tot mijn verrassing stond de jonge man op en zei, ja, ik zal het even komen uitleggen. Dus hij stommelde uit de rij en kwam op het toneel en heeft haar fijn uitgelegd wat buffermengsels waren. Maar je denkt, hoe is dit godsmogelijk? Ja, je begrijpt hoe het zit. Hij zat nog op school. Dus hij had recent kennis gemaakt met de buffermengsels. En wat is het dan? Een buffermengsel is een mengsel waar je allerlei dingen mee kunt doen zonder dat de pH, de zuurgraad van het mengsel, sterk varieert. En wat heb je daaraan? Geen zak. Want jij bijvoorbeeld weet niet wat het is. Nee. Terwijl je een heel gelukkig en normaal leven leidt en geld verdient en weet hoe dit apparaatje hier voor ons een snuffert werkt enzovoort. Dus dat, het gaat dus om het feit wat dat mensen altijd direct naar het nut vragen, maar nooit nadenken over die dingen die ze dan wel geleerd hebben. Waarvan, en je weet dat de beta-vakken, dat vindt iedereen nuttig, toch? Ik vond er niks aan, eerlijk gezegd. Nou ja, heb je het al. Je vond er niks aan. Ik was in de beta-vakken was ik een hele matige leerling. Ik was ook meer van de taalkundige afdeling natuurlijk. Ja, hetzelfde heb je natuurlijk met de drie moderne talen. Traditioneel leerden wij Frans, Duits en Engels op de middelbare school. Nou ja, je weet hoe het met Engels gesteld is. Dat leren ze allemaal. Oh my god. Hè? Hebben we dat al behandeld, dat thema? Al die meisjes. Oh my god. Hè? In plaats van hemeltje lief, godverdomme. Er zijn allerlei bijzonderheden. Waarom ze dan ook op zo'n aanstellerige toon. Is dat leren ze je bij het koor toch nog wel? Dat je niet in het Engels dingen mag benoemen? Nou, niet bij mij. Maar misschien deed nooit iemand het toen. Dus niemand had ooit gehoord van een harddisk toen ik student was. Dus ja... Die wereld bestond niet. En de wereld van de telefoon bestond niet. Een telefoon was een groot zwart ding wat ergens in een gang aan de muur hing. Of bij mijn opa op een speciaal tafeltje stond. Hallo? Ja, dus dat was een hele leuke ervaring dat die jongen dus wist wat het was. Maar hoe kwam het? Hij zat nog op school. Ja, maar je hebt er dus eigenlijk niets aan als je weet wat het is. Nee, ik zou zelfs redelijk kunnen beargumenteren waarom je meer aan geschiedenis hebt dan aan het feit dat je weet hoe een buffermengsel in elkaar zit. Hetzelfde geldt voor die zogenaamde tweetaligheid waar in Nederland al zo deftig over wordt gedaan. Tweetalige scholen en tweetalige studies. Die universiteiten zijn druk bezig om helemaal over te stappen op steenkolen-Engels, want dat is het in feite. Dat is ook zo wat het Nederlands altijd denken als ze geweldig Engels spreken, terwijl het geen bal voorstelt. En accent natuurlijk ook afschuwelijk is. Ik heb ook een afschuwelijk accent. Bij studenten moet ik wel zeggen dat het wel erg goed is, hoor. Ja, dat ze beter Engels spreken dan vroeger. De studenten van nu komen dus op een universiteit. Die zijn natuurlijk zo verweven met het internationale gebeuren. Ja, dat is ook wat de universiteiten altijd beweren. Maar de meeste abiturienten van onze universiteiten worden personeelschef bij de gemeentereiniging van Roermond. Die gaan niet naar MIT om daar even nog iets te doen in, weet ik het, is stringtheorie of zo. Nee, natuurlijk, dat begrijp je ook wel. Die lui die zo godvergeten knap zijn dat ze in no time door kunnen naar internationaal onderzoek, die kunnen in ieder geval ruim voldoende Engels, dat kan ik je verzekeren. En als ze dat niet kunnen, dan leren ze het, zo knap zijn ze wel, in 3 maanden. Je bent natuurlijk ook omringd met allemaal internationale studenten. Dus je dat bent... ook, maar goed, dus het is echt vrij flauw. Pure flauwekul om een heel universitair onderwijs te draaien op non-native speakers, non-native docenten en non-native studenten. Er is ook wel onderzoek naar gedaan, het is niet erg efficiënt. Laat staan als ze het gaan opschrijven, dat is helemaal verschrikkelijk. Hmm. Al die however zinnen. Hè? However, kom maar. Nee, vreselijk allemaal. Nou, je kunt tegenwoordig natuurlijk, dat geldt ook voor als je iets niet weet. Engels kunt... is een mooie taal, maar Engels als, laten we zeggen, een luchthaventaal. Daar ben ik geen groot liefhebber van, want dat is het. Het is luchthaventaal. Maar jij baseert het natuurlijk wel op jouw ervaringen van 30 jaar geleden. Zonder meer. Sterker nog, mijn hele gebied, alles wat ik bespreek, geldt 30 jaar geleden. Ik weet niet precies. Je zou het kunnen onderzoeken natuurlijk. Maar dan is het misschien een beetje achterhaald van wat je nu net zei. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het wel nuttig is dat ik een beetje een afstandelijk perspectief heb. Ik weet niet, een van die Amerikaanse zangeressen, misschien die Beyoncé, ik noemde maar even omdat ik nou toevallig weet hoe die ze heet, die werd ook in de NRC aangekondigd. Nou, echt dat je denkt,
dit is de zingende zuster van de Heer Jezus. Dit is wel zo buitengewoon. Het is een geniaal zangeres. Niet ook niet meer een zangeresje, maar een magistraal. Dus ik denk, god, dat wil ik ook wel eens horen. Hè? Potverdriek. Ik zal je zo vertellen dat het de tweede keer was dat me dit overkwam. Nou ja, ik moet zeggen, het leek me iemand die heel aardig liedjes zongen. Dat ook op een vrij bekwame wijze doet. Ik zou het niet kunnen. Maar om nou te zeggen, het is de zingende zuster van de Heer Jezus. Nee, dat vond ik nou helemaal niet. Ik had dus dezelfde ontluisterende ervaring in de tijd met Madonna. Jonge Madonna, dat was wat zeg. Jonge, wat een vrouw. Geweldig. Toen trad ze op, ik meen in Milaan, als ik het maar goed herinner. Het is lang geleden, 30 jaar geleden. Omdat jij over die 30 jaar hebt. Bovendien is het niet zo dat het ook heel interessant is om het perspectief eens te horen van mensen die zichzelf 30 jaar geleden nog kunnen herinneren. Wat van een groot gedeelte van de bevolking niet gezegd kan worden.